Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ en ASUS. Your objective: infiltrate the ROG lab and retrieve the most powerful XM9 gaming motherboard ever made. Its codename is the Rampage 4 Formula. In deze aflevering van de Hardware Info TV, de Fujitsu Livebook P771 met ingebouwde projector. De meeste laptops die we in het Hardware Info Test Lab ontvangen zijn redelijk 13 in een dozijn. Maar dat kun je van deze echt niet zeggen, de Fujitsu Livebook P771. Want het is een laptop met, jawel, een ingebouwde projector. Ja, het is een zeer uitgebreide notebook. Het is een beetje een notebook voor de echte zakelijke gebruiker. Er zit echt alles op en aan. Er zit zo'n zuinige Intel Core i7 in. Er zit bijvoorbeeld 3G in. Heel veel aansluitingen. Express card, USB 3.0 bijvoorbeeld. HDMI. En hier zitten eigenlijk ook alle aansluitingen die je verwacht. Er zit een fatsoenlijke Intel draadloze netwerkkaart in. Die ook onder meer WIDI ondersteunt. Dus ja, eigenlijk helemaal compleet. Maar ja, inderdaad, wat je al zegt, het meest bijzonder is de ingebouwde projector. Ja, want dat is volgens mij redelijk uniek. Dat heb ik in ieder geval nooit eerder gezien bij een laptop. Ja, Fujitsu is daar inderdaad een van de weinige fabrikanten die dat biedt. En het bijzondere is dat je hem er zo uit kan klappen en dan hem aan kunt zetten. Ik zet hem nu even niet aan, want het maakt een klein beetje lawaai. En er zit dan een LED-projectortje in. Die dan, waarmee je dus, als het niet al te licht is in een kamer, een aardig plaatje op de muur kunt toveren. Ja, het is natuurlijk zo'n typische LED-projector. Dus je moet hier inderdaad niet gaan verwachten dat je een heel groot beeld met bioscoopkwaliteit en alles erop en eraan. Het is bedoeld voor gewoon een zakelijke presentatie. Je gaat ergens naartoe en je moet even een PowerPoint laten zien. Mensen hebben wellicht zelf geen projector staan. Die haalt het ding eruit. En als je het licht een beetje dimt in de kamer, dan kun je tot 2 meter bijvoorbeeld gewoon redelijk projecteren. Ja. En het grappige is dus ook dat die module, die kun je eruit klappen, uithalen. En dan kan je hem dus vervangen door een DVD-brander bijvoorbeeld. Dus dan kan je hem ook nog voor andere dingen toepassen. Ja, en dan is eigenlijk het handige hieraan dat je natuurlijk niet zo'n losse projector mee hoeft te nemen. Ja. Hoewel die mini-projectors tegenwoordig best klein zijn. Zo klein als dit, ja, eigenlijk is het geen extra bagage. Bestaan ze natuurlijk niet. En het werkt ook op de accu. Ja, dus geen extra stekker nodig. Sterker nog, als je ze helemaal geen stopcontact in de buurt hebt, dan kunnen ze wel de laptop, als die projector net, gewoon op de accu van de laptop zelf werken. Ja, uiteraard gaat de accu natuurlijk wel wat sneller leeg. Dus het is niet iets waar je denkt van, nou, we gaan even een bioscoopfilmpje met z'n tweeën pakken om naar die projector te kijken. Maar het kan wel. Ja. Wat ook heel aardig is als je kijkt naar hoe compleet deze wordt geleverd. Want daar wordt inclusief die projector geleverd, inclusief een docking station en inclusief nog een draagtasje. Dus het is een hele complete set. Het tasje zal het geld niet in zitten, maar die docking station is wel handig. Want daar komen eigenlijk alle belangrijke aansluitingen nog een keer op terug. Ja. Netwerk, DVI, eSATA, HDMI. DisplayPort. Alles erop en eraan. Dus je klikt het ding erin en voor op je werk of thuis alle randapparatuur is erop aangesloten. Alleen maar erin klikken en je kunt aan de slag. Ja, en wat ook wel bijzonder is dit vlakje wat hier zit. De meeste touchpads die hebben tegenwoordig wel zo'n scroll mogelijkheid. Maar dit is een speciale, ook een scroll mogelijkheid, maar die eigenlijk een beetje naast het touchpad is geplaatst. Dat is op zich wel een unieke feature van Fujitsu. Ja, deze laptop is dus puur gericht op zakelijke gebruikers. Dat merk ik ook wel een beetje aan deze features, zo'n projector en ook een docking station, dat zijn echt typisch zakelijke eigenschappen. Over het algemeen hebben fabrikanten iets van, zodra een product echt zakelijk is, dan hiep hiep hoera, we kunnen iets meer geld ervoor vragen en de marges gaan wat omhoog. Ja, ik weet niet of je dit echt, zou zeggen, zo duur moet noemen. Want kijk, je krijgt dus wel best wel veel waar voor je geld. Als je dat ook vergelijkt met wat sommige fabrikanten vragen voor ultrabooks, die je hier toch ook heel goed mee kan vergelijken. En in tegenstelling tot sommige ultrabooks doet deze het ook echt lang op een accu. Ja, qua eigenschappen en niet qua dikte, voor de duidelijkheid. Kijk, als je kijkt naar de werktijd op de accu, als je hem actief gebruikt, is het zo'n 5 uur. Doe je het rustig aan, is het 8,5 uur wat hij haalt. En ik herhaal nog even, het is een notebook van 1,5 kilo, dus heel zwaar is die niet. Voor het hele setje samen moet je denken aan zo'n 1800 euro inclusief btw. Dus dat is niet heel erg goedkoop, maar wel heel compleet. Ja, en je moet je natuurlijk realiseren, een losse projector, ook zo'n mini-ding, kost ook altijd wel een paar honderd euro. Ja. Dus eigenlijk zou je dat bedrag er eigenlijk weer vanaf moeten rekenen. Ja, en een docking station is voor de meeste notebooks ook niet bepaald gratis. Dus ja, als set is het eigenlijk best wel een goede aanbieding. En daarmee komen we weer aan het eind van Hardware Info TV. Maandag, woensdag en vrijdag. Dat zijn de dagen waarop Hardware Info TV altijd een nieuwe aflevering biedt. We spreken je dus snel weer. Tot dan.